Hey beste lieve YouTube familie kijkers, welkom bij deze speciale kerstvlog. Ja, ik wil jullie vanuit mijn hart en ziel jullie allemaal een hele fijne kerst wensen met familie, vrienden en jullie dierbaren om jullie heen. Misschien dat jullie dit jaar een paar mensen of kennissen zijn verloren, gecondoleerd, maar maak er wel wat leuks van. Want het is kerst. Ook al hebben jullie ruzie, het is kerst. Het is een feestdag. 2 dagen. Het is, nou ja, 3. Want het is kerstavond vanavond. En het is morgen de eerste kerstdag. En dinsdag en de tweede kerstdag. Dus ja, het zijn toch feestdagen. Waar je eventjes overal en bij stilstaat. Mensen die je bent verloren. Mensen die je kwijt bent geraakt. Voor wat dan ook. Het is een beetje een dubbele zin. Maar oké, dat maakt helemaal niet uit. Ik bedoel het goed. En daarbij, ja, alsnog, maak het gewoon gezellig. Ga lekker eten. Heb feest, heb plezier, heb fun. Als je dieren om je heen hebt, hou van ze. Neem even hun bij je. Op de bank, ook al heb je het liever niet. Maar het zijn dieren. Die willen ook warmte. Die wil ook even aandacht. Want ook nu al steken heel veel jongeren vuurwerk af. En dat vinden de honden en dieren gewoon niet fijn. Dus pak ze eventjes op. Even die aandacht. Die ze willen hebben. Want ook ik heb daar nu al weer last van. Ja, eigenlijk niet. Maar mijn andere hondje, Foefie, die vindt het niet zo heel fijn. Vuurwerk, nee. En die gaat blaffen. Dus die vindt het ook wel soms even fijn om even aandacht te krijgen. Dus dan krijgt hij dat ook. Dus maar even een kort verhaal, een lang verhaal kort te maken. Fijne feestdagen en geniet van elkaar. Ik zou zeggen dankjewel weer voor het kijken naar deze kort bondige vlogje. En ik zie jullie van de week weer.